Wij zijn Juri en Luca. En dit is ons filmpje over de McDonald's. Goedendag, ik ben Juri. Ik ben Marco, ik ben hier restaurantmanager. Oké, hoe lang werkt u al bij McDonald's? Ik werk hier nu 1,5 maand, maar ik werk al 25 jaar bij McDonald's. Heeft u ook nog een speciaal restaurant van McDonald's waar u het leukste vindt nu toe? Op dit moment is hier het leukste. Ik heb in meerdere restaurants gewerkt. En overal waar je uiteindelijk werkt, daar is toch echt wel het leukste. En waarom bent u juist bij McDonald's gaan werken? Ik zocht toen ook gewoon een bijbaantje. Ik zat op school. En McDonald's gaf mij hele flexibele werktijden. Dus ik kon 's middags na mijn school, ik kon het weekend vroeg of laat werken. Dus dat was heel makkelijk voor mij. Dus daarom ging ik bij McDonald's werken. Oké. En waar heeft u hiervoor gewerkt voor McDonald's? Voor McDonald's heb ik krantenwijkjes gehad, maar McDonald's is meer het bedrijf waar ik binnen aan het werk kwam. Oké. En wat zijn de belangrijkste regels voor jullie hoe jullie met klanten omgaan? Wij gaan niet met klanten om, wij gaan met gasten om. En wij gaan met zeer veel respect met onze gasten om. Wij leggen onze crewleden ook uit dat ze met gasten omgaan zoals ze zelf ook behandeld willen worden. Oké. En op welke dagen is het drugs bij McDonald's? Hier bij deze McDonald's is het op zaterdag en zondag echt het drukst. Heeft u ook één idee waarom dan? Het is druk in het weekend en we zitten hier langs de snelweg. En in het weekend gaat iedereen op pad. Ja. En heel veel auto's komen hier langs en rijden dan rustig even langs om bij ons wat eten. En waar komt al het eten dan vandaan? We hebben één leverancier, dat heet Havi Logistics. En die hebben één centrum ergens in Nederland. Waar zij ook weer de vers voorraad vandaan halen, waar ook onze frietjes en ons vlees heen worden gebracht. En daar rijden vrachtwagens dagelijks het hele land door om elke dag weer opnieuw het restaurant te bevoorraden. Oh. Nee, is er een hechte band tussen alle medewerkers hier? Ja, ik denk bijna bij elke McDonald's, maar overal waar ik gewerkt heb is een hele hechte band tussen de medewerkers, omdat je het allemaal samen moet doen. Ik kan het niet alleen en mijn personeel kan het niet alleen, we hebben elkaar echt nodig. Is er nooit echt een ruzie geweest of zo? Nee, natuurlijk is er altijd wel een onenigheidje, maar ruzies, nee, dat heb ik nooit meegemaakt. Nee. Oké. Okay. Nou, heel erg bedankt voor het interview. Nou, graag gedaan. Jullie heel veel succes. Je kan bij de McDonald's ook nog buiten zitten en kinderen kunnen daarin spelen. Als je even snel iets wilt halen en je zit nog in de auto, kan je hier langs rijden en iets bestellen. En daarna lekker gegeten bij McDonald's.